Ik vind het heel belangrijk om veel andere dingen te doen, omdat het ook uitdaging geeft aan mijn werk. Het maakt mijn werk nog een stukje specialer, bijzonderder. Ik ben Debbie Klok en ik ben al ruim 27 jaar werkzaam bij zorggroep Eldermaas Duin in locatie Antonisov, als verzorgende IG. Met veel plezier. Naast mijn functie als verzorgende IG zit ik in de VEVAR. Ik zit in de commissie Ethiek. Ik heb de expertrol Innovatie. Ik zit in de ledenraad van de VNVN. Ik schrijf ook blogs voor de VNVN. En ik ben ambassadeur voor de zorg. Ja, ik heb een heleboel dus. Ik vind die afwisseling heel erg leuk. En in de verschillende functies kun je ook op verschillende manieren kijken wanneer je het goede kunt doen voor de bewoners en de collega's. Ik krijg er uren voor om bij de commissies, aan de commissies deel te nemen. En zonder de uren ja, dan zou het heel veel vrije tijd kosten. Hoe ik dit heb aangepakt allemaal is: ik zag vacatures staan voor de VVA, voor de commissie ethiek. En ik dacht, hé, dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. En ik ben gewoon gaan solliciteren. En ik heb dat ook voordat ik het sollicitatiegesprek heb gehad, heb ik het toch met mijn leidinggevende besproken. En die vonden dat super dat ik dat wilde gaan doen. En dat geldt eigenlijk ook voor mijn rol als ambassadeur. En tijdens het ambassadeurstraject, de opleiding, vroegen ze mensen die wilden gaan bloggen. En ik vind bloggen heel erg leuk. Dus vandaar. Dat ik mij daarvoor aan heb gemeld. en Ik vind het ook hartstikke leuk om mijn verhalen, wat ik meemaak, te delen met andere mensen. Degene die bij onze planning doet, mijn collega, die houdt er ook rekening mee met mijn rooster. Dat ik, op momenten dat ik vergaderingen heb van de verschillende commissies, dat ik dan ook niet ingepland sta in zorg. Dus dan hebben collega's er ook geen last van. Want als ik wel ingepland sta en we staan met z'n tweeën en ik moet weg voor een vergadering, dan blijft mijn collega alleen achter. En dat vind ik voor mijn collega ook niet prettig. En dat zou mijzelf ook geen goed gevoel geven. Doordat ik bij de commissie ethiek zit, of bij verschillende andere commissies, ga ik ook veel meer nadenken over dingen. Wat denk ik dan ook wel te goede komt voor mijn werk. En bespreek ik het ook met mijn collega's. Ik ga door de expert-innovatie veel meer kijken: van wat heeft de bewoner nodig om dingen langer zelfstandig te doen? Of als bijvoorbeeld iemand valt, dat we niet gaan kijken wat hebben we voor hulpmiddel nodig om iemand op te rapen, maar waardoor komt het dat iemand veel valt. Dus je gaat veel meer kijken naar de oorzaak van iets en daardoor kijken van hoe kunnen we het oplossen. En dat is wel heel mooi. Alles wat ik leer in de functies die ik doe, neem ik ook mee naar de ledenraad van de VNVN. Ik deel daar mijn ervaringen. En omgekeerd uh, bespreken we daar natuurlijk ook beleidszaken en uh, neem ik dat ook weer mee naar mijn werk om ook weer uh, mijn werk beter te kunnen doen.